Nou, hebben jullie, Efraïn Sluis en Karin Stuyvenberg, hebben vandaag een luisterend oor gevonden in de burgemeester van Hilversum. Want ook Hilversum krijgt een groot deel van de vluchtelingen toegewezen. Heeft hij ook aangegeven hoeveel er definitief zijn? Ja, hij heeft het nu uiteindelijk aangegeven dat het worden de 400 in Hilversum. Ja. En er worden er nog eens nog 800 in de 9 gemeentes om Hilversum heen verdeeld. In totaal dus 1200 vluchtelingen? In totaal 1200. En per vluchtelingenplek, zeg maar, worden dat er 400. En wat is het probleem volgens jullie dan? Nou kijk, nu, dat hebben we vandaag te horen gekregen, of gisteravond eigenlijk al. Het probleem was eerst dat er 1600 werd geroepen. En later kregen we ook nog... Wie werd dat geroepen? Dat werd door de wethouder werd dat geroepen. Ik geloof de wethouder van Veiligheid, weet ik niet zo uit mijn hoofd. Ik heb het zwart op wit bij me. Pak het zwart op wit. Ja, nee, pak het erbij. Ja, je mag. Het is tv, hè? Mag alles. TV mag alles. Ja. Nou, dat is mooi, dat hebben we bij ons. Maar goed, dat gaat over een paar weken terug. Dus, kijk, 1500 tot 1600 asielzoekers. Iedereen maakt zich daar druk om. En helemaal toen we later te horen kregen van... er zitten zoveel alleenstaande mannen bij. Nou, ik woon in de kleine wijk van Hilversum. Iedereen maakt zich daar zorgen om. Ik hoor iedereen over hun kinderen. Kinderen moeten niet meer op straat. We houden onze kinderen binnen. We moeten oppassen. Het zijn alleenstaande mannen. Tussen de 20 en 30 jaar voornamelijk. En ja, die hebben behoeftes. Dat is misschien een beetje plat gezegd. Maar het is gewoon zo natuurlijk. Jullie zijn bang voor verkrachting en aanrandingen. Dat is eigenlijk wat woord gezegd wordt. Ga ik niet in de mond nemen. Maar in ieder geval lastigvallen. En wat er verder uit voortkomt, ja, dat weet ik ook niet. Kijk, hun hebben ook andere normen en waardes. Dus ja, dat kan uit de hand lopen gewoon. Ik bedoel, als je stelt dat het 90% mannen zullen zijn. En we praten in eerste instantie over 1600. En daar 90% mannen van, die losgelaten worden in zo'n buurt. Ja, dat is niet overzien. Helemaal het feit dat ze misschien, als ze echt dat mee hebben gemaakt, dat zijn het oorlogsslachtoffers. Dan zijn ze getraumatiseerd.